Er is bepaald dat de school nog een jaar zou bestaan en dan met allemaal combinatiegroepen van 3. Toen zeiden de ouders dat vinden we niet zo leuk en toen gingen de ouders andere scholen zoeken. En op het laatst bleven er zo weinig kinderen over dat aangeraden is dat de rest weg zou gaan. Behalve groep 8, omdat dat hun laatste jaar is. Natuurlijk is het stuk hartstikke jammer als je hier 7 jaar zit en het 8e jaar moet je naar een andere school. En zo kwam het dat juf Marlot en haar klas van 8 kinderen alleen overbleven in het grote schoolgebouw van basisschool Oranje Nassau op de Velsenluststraat. Ja, hoe is dat? Heel apart. Heel apart. Ik ben heel erg gehecht aan de school, aan het gebouw, aan de wijk. Want het is natuurlijk ontzettend leuk zo lang. Ik krijg kinderen van kinderen in de klas. En ja, het is best ook wel makkelijk voor mij, want mijn naam is gemaakt hier op school, zou ik maar zeggen. Als je natuurlijk naar een andere school gaat, moet je nog maar zien dat ze je leuk vinden. En hier vinden ze me nog aardig leuk, geloof ik. Het is natuurlijk raar, je doet de dingen gewoon anders. Niemand kan mij vertellen hoe dat moet, een jaar met 8 kinderen in een bijna leeg gebouw. Voor ons is het ook heel erg nieuw hoor, dit maak ik ook voor het eerst mee. En het is ook, was ook heel erg spannend om te kijken van ja, wat gaat ermee gebeuren? Hoe zullen de kinderen het ervaren? Het is wel een beetje raar, maar we vinden het leuk. En normaal is het echt druk op school en dat soort dingen, maar nu is het echt lekker rustig. Vroeger was het gewoon heel leuk, gezellig met z'n allen. De school was ook vol met veel kinderen. Maar nu opeens 8 kinderen in 1 school, dat voelt wel anders. Je krijgt ook meer aandacht van de juf. En je kan elkaar ook helpen als je iets niet begrijpt of hij iets niet begrijpt. Eerlijk gezegd vind ik het wel beter. Puur omdat je dan gewoon elkaar goed kent, kan je gewoon met elkaar samen omgaan. We hebben zo'n goede band met elkaar dit jaar. Ik kan echt met ze lezen en schrijven. Niet dat het allemaal brave rikken zijn natuurlijk, gelukkig niet. Maar ik ken iedereen zijn zwakke punt, zijn sterke punt, zijn kwaliteiten. En dat is gewoon leuker. Ja, het is echt een gezinnetje. Een gezin met 8 kinderen en een moeder, zeg maar. Dus ze hebben ook lekker zitten koken en zo. Het is echt een hele lieve juffrouw geweest voor ons. Leuke ervaring. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het heel jammer is als je geen collega's hebt. Ik heb een collega, omdat ik niet fulltime werk, maar die collega is er als ik er niet ben. Je hebt geen gelegenheid om te overleggen. Nu zie ik pas hoe vaak ik overleg met collega's. Bladzijde huppeltepup van aardrijkskunde, hoe heb jij dat vorig jaar aangeboden? Het is raar gewoon. Alleen lesgeven is echt raar. Met deze bijzondere ervaring op zak is het na een dienstverband van 34 jaar ook voor juf Marlot het laatste jaar geweest. Vorig jaar zijn we echt heel erg hals over kop gestopt hier. We hoorden pas de week voor de zomervakantie dat het zo zou gaan zoals het nu gaat. Wij hebben 3 juli onze afscheidsavond op maandag. En dan ga ik dinsdag 4 juli ga ik mijn bureau leegmaken. En dan gaat hier de tent dicht. En dan zwaai ik de kinderen uit. Dag. Ja, dat is echt raar. Echt heel raar. Mag ook een klein applausje, toch? Ja. En voor jullie, hè? Voor jullie. Dankzij jullie was het jaar leuk, hè? Dat vergeet dat niet.